Afgelopen weekend was het weer op VOD Bronsbergen Live at the Brons. Een benefietevenement voor het hele gezin. Met voor de kleintjes de bungee jump, het springkussen en een cursus fitness en natuurlijk de dansschool. En dan gaan we van soul naar pop en van singer-songwriters naar de rock. Ja, en dit is het hele programma. Maar laten we ons eerst maar eens eventjes gaan opwarmen. Walking alone.
herself. Somebody threw her stone, trying to catch her ride. Now that you got my attention, oh baby, don't be shy. Do you have any last words before you die? The woman is a killer, she can be alive. The dog is a bad, the dog has a knife. Damn, that was just like the under spell. If you survive the after, be glad you're... Erik Nengeman. Goedenavond. Een begrip in Zutphen. Nou ja, dat wil ik nou net niet zeggen hoor. Nou, dit is niet jouw woord hè. Dit is in ieder geval al de tweede keer. De derde keer. Dat dus live uit de Brons gehouden wordt. Ja. Het is nog steeds een succes. Het is nog steeds een succes, ja. Ik loop hier nog steeds met een big smile op mijn gezicht rond. En dat betekent dat het een succes is. Ja. Maar er zijn ook nog goede doelen, neem ik aan. Ja, dit hele evenement draait eigenlijk om twee goede doelen. Dat is kinderboerderij De Schouw, de plaatselijke kinderboerderij hier in Zutphen. En Stichting Leergeld. Dat betekent dat de volledige opbrengst van het hele festival gaat naar die beide goede doelen. Dus de artiesten doen het ook op... Een aantal doen het volledig op benefietbasis. Wat wij ze wel aanbieden is een onkostenvergoeding. Sommigen moeten van ver komen. Het is niet zo dat ze er nou erg geld bij in hoeven te schieten. Maar ze verdienen er in principe niks aan. Als ze wat krijgen is het puur een onkostenvergoeding. Mm-hmm. Ja, dus ze zitten ver onder hun normale gages. Ja, absoluut. Ja. Ja, en aan publiek is het ook geen klagen, hè? Nee. Het is, elk jaar is het toch weer gezellig druk. Ja. En ik merk dat het nu drukker begint te worden. Ja. Het was vanmiddag wat rustig, maar dat is ook logisch op zaterdagmiddag. Hè, mensen moeten nog de boodschapjes doen, kinderen moeten naar de sport, er is kermis in de stad. En dan komt het langzaam op gang en nu begint het vol te stromen. Your forever.